En nou weet de bedaling ook weer. Een moskee. Dat is de journalist van de Helderse Courant. Hallo, Verhit met de Pip. Waren jullie er al? Nou ja, ik ben er ook weer. Jazeker. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Uit Den Helder, hè? Ja, dat weten jullie. Het wordt vandaag een evenier, hoe noem je dat? Een bijzondere middag. Een wisselvallende middag. Om een uur of twee zou er een journalist komen. Nou, dat wordt later op de dag, want hij moet met een kind van hem naar de dokter, want die heeft oorontsteking. Nou, dat kan, dus hij komt later. Prima, maar ga ik eerder even naar de aula, waar onze Nel ligt opgebaard. En voor iedereen natuurlijk heel veel sterkte gewenst met dit droevige nieuws wat ik gehoord kreeg. Dat onze Nel, het was een, hoe noem je dat? Ondanks haar invaliditeit was ze zeer actief. Ze was ook onder andere verkeersregelaar. Ze deed heel veel, ze was op heel veel evenementen te vinden om verkeersregelaar te wezen. Ook met Aafdvierdaagse, die vond er altijd wel op een of andere kruising. En voor een praatje was ze ook altijd wel klaar. Dus ja, we zullen haar met ons allen ontzettend missen. De honden doen even vreemd. En het leven gaat wel door, maar ik ga straks dus even bij haar om afscheid te nemen. En kijken hoe mooi ze erbij ligt. En even een kusje op de voorhoofd geven. Dus ja, en dan moet ik ook nog eigenlijk zien dat ik wat boodschapjes kan doen. Want ik heb nog mijn laatste pak broodjes ben ik mee bezig. En ik moet wel weer broodjes ook hebben. Ja! En die zijn echt gek. De enige soort met de kont omhoog. Oh, hier dan. Stel je maar vertrinnen. Maar oké, het houdt de lol erin. Maar ik neem jullie overal in mee natuurlijk. Ik ga daar niet veel om in de aula. Dat doe je niet. Heb respect voor het hier normaals. Maar ook voor de nabestaanden. Dus dat doe ik niet, dat wil ik ook niet. Voor het gebouw misschien wel, als er geen stoet aankomt of weggaat, dan kan ik dat doen, want het gebouw, het is wel mooi daar. En dan staat er achter, staat er nog een heel mooi gebouw, dat is een voor moslims, weet ik hoe zo dat heet. Vul het maar in. Zet het maar onder hoe het heet, want ik vergeet het iedere keer. Het is een soort kerk, maar dat voor moslims. Maar die is zo prachtig mooi. Maar oké, ik neem jullie er gewoon in mee en we zien wel hoe en wat. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je leven, want het duurt maar even. Je ziet het maar weer. Ik zou zeggen, geniet goed. Ik vergeet jullie niet, jullie vergeten mij niet. Hou gewoon vol goede moed en doe anderen geen verdriet. Dat bedoelde ik nou, lieve vrienden. En nou weet de bedaling ook weer. Een moskee, ja. Dat gebouw is de aula, het Oleahof. En ik heb daar de bloemen. Tweemaal. Maar ja, rozen waren er niet meer. Ook bij de gewone echte bloemist. En dit is van zijde. Ook daar ben ik wezen kijken. Ook geen witte rozen meer. Ik zei, nou, zoek dan maar eentje uit die ook voor de aula kan. Nou, toen hebben ze die voor me gekozen. Een neutrale kleur. Dus ja, hij is wel mooi. Maar het waait en het is warm. Het is benauwd. Ik ga dus nou naar dat gebouw toe. Ik moet eventjes nog een stukje verder rijden. Anders kan ik er niet komen. Lieve vrienden, ja, we zijn alweer een geruime tijd thuis. Ja. Ik ben al bij de aula geweest, ik heb daar mooie bloemetjes gebracht, mooi op de kist gelegen.
De kist was afgesloten, ik kon er wel zien, maar het glazen plaat lag erop. En ik heb het er mooi op gelegen. Dat voor Karen en Roderick aan de ene kant, voor mij aan de andere kant, met een kaart erbij. Voor de familie. En ik heb nog geen boodschappen gedaan, want dat dorst ik niet aan. Want ik weet nog niet 1, 2, 3 hoe laat die journalist van de Helderse Courant komt. Die moest met een kind van hem naar de dokter, omdat die een oorontsteking of zoiets had. Maar dat doet er niet toe, daar wachten we nou op. Ik heb mijn spel op bijgewerkt, et cetera. Dus ja, ik hoef nou, ja, eventjes een troef van de bank, hè. Je ziet het, maar ja, dan laat ik hem toch niet zitten. Hij gaat daar maar zitten. Ja, hier liggen de hondjes op. Dus ja, gisteren schoon laken erop, maar je ziet het al wel weer, hè. Vieze pootjes, ja, dat hou je. Nou, hup, klaar. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, toch? Maar oké, waar is Rijka nou? Oh, die ligt in de mand. En Elwing ligt onder de stoel. Ja. Dus het is nog gewoon even afwachten. Ik ga nog een bakje koffie maken. Dat lijkt me een strak plan. En dan... Ik zag ook bij de aula, dat heet het Olea Hof, hier ook, zag ik ook nog een bekende, zowel van jullie, zowel van mij. Maar ze komt hier dus niet meer. Nee, want dat is over en uit. Maar in ieder geval komt het allemaal wel goed. Ik ga een bak koffie maken. Ik zag dat Karin me appte, dus zal ik ook even kijken wat die heeft. En dan komt het... Nou ja, geniet verder van je dag. Het is hier grijs, grauw en triest. Er is wat wind op komen zetten. Het werd ook kouder, maar ik had het ook koud gekregen in de aula. Want ja, daar is het koud natuurlijk. En ik was blij dat ik nog een jas mee had. Want ik had een zwart-witte dunne jasje aan. En ik had mijn lange groene jas mee in een tasje. En ik denk, nou, komt goed. Dus... Ik ben weer thuis gekomen, dus het is goed gekomen. Ik zou zeggen tot later. Geniet van je dag. Lieve vrienden, zoals jullie zien zit daar een meneer te schrijven. Ja, dat is de journalist van de Helderse Courant. Ja, 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 ja. Ik word geïnterviewd. Hoe leuk. Dus weer is het anders. Maar ja, natuurlijk laat ik jullie alles weten. Hè. Ja, behalve de privé dingen. Dat gaan jullie lekker geen ene hannes aan. En de diertjes, nou die vermaken zich hun best. Die ligt daar en die ligt daar. En Gandalf die is vanzelf buiten. Zeg je zelf hallo tegen mijn vrienden? Hallo, ik ben Martin. Dus, ja, hartstikke leuk. We gaan verder. We zitten ook lekker aan een bakje koffie. Dus dat gaat helemaal goed komen, of niet dan? Zeker. Mooi. Ik wil van alles weten. Oh, nou ja, jullie, ik ben dus nog lang niet klaar, dus het komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ben ik weer buiten, aan het lopen. En wat zie ik? Een gevaarte. Ja, dat kan ik niet door doorheen, hè? Nee, dat gaat het er niet worden. Dus ik moet straks nog eng doen, over de weg weg. Ja. Dus ja, van dat. Gevaarte. Ik kan er niet onderdoor, kan er niet overheen en ik kan er ook niet doorheen. Nee, gaat het hem niet worden. Dus ja, dan moet ik er wel omheen en over de weg. En dan de achterkant, dat lukt ook niet, want dat is allemaal ook gras en hobbels en weet ik veel wat. We zullen het even dichterbij bekijken. Kijk, dat wordt het hem dus niet, hè? Nee! Dus ja, ga ik er maar omheen, hè? Het zal wel moeten. Hé, meisjes? Ja!